De feestdagen waar we nu in zitten zijn loodzwaar voor achterblijvers. Zoals de geliefde van Rishi Rampadharat. Inmiddels is de beloning voor de gouden tip over zijn dood verhoogd naar 30.000 euro. We spraken kort geleden met zijn moeder, die nog altijd op een steenworp afstand woont van de plek waar haar zoon werd doodgeschoten. Elke keer als ik naar buiten loop, moet ik denken aan hem. Ook waar hij lag, hoe hij lag. En doet heel veel pijn. Vaak ga ik even zitten op de plek waar hij lag, om even te bidden. Maar het breekt mijn hart elke keer. Het is geen dag dat ik langs ben gelopen. Sorry. Dat ik langs ben gelopen en niet aan hem gedacht heb. Dat verscheurt me elke keer. Rishi Rampadharat wordt in 1985 in Suriname geboren. Hij is vaak bij zijn opa en oma, omdat zijn moeder veel werkt. Wanneer zij in 1992 naar Nederland verhuist, blijft hij eerst bij zijn grootouders wonen. Een jaar later, als hij 7 is, komt ook Rishi naar Nederland. Hij had heel veel vrienden, heel veel vrienden. Hij was heel geliefd bij iedereen hier in de buurt, met niemand ruzie. Heel sociaal mens, heel behulpzaam mens. Vriendinnen die nu nog bellen en zeggen van, je zoon heeft zoveel voor mij gedaan. Nog steeds bellen ze mij hierover en ze missen hem allemaal heel, heel, heel erg. Rishi houdt van de gezelligheid van familie en is daarnaast ambitieus. Na het mbo begint hij een eigen bedrijf. Hij brengt in de regio Utrecht fruitpakketten rond die mensen online bij hem bestellen. Hij komt zo'n 10 jaar geleden 1 keer in contact met de politie, daarna niet meer. Al blijkt inmiddels uit het onderzoek dat hij wel actief was in het drugscircuit. De laatste jaren werkt hij als logistiek coördinator bij een Utrechts bedrijf dat verse levensmiddelen vervoert. Dat combineert hij met zijn rol als vader van een zoon en dochter. Dag baby. Nou, ga maar lekker douchen en je pyjamasje aantrekken en dan lekker film kijken met mama. Al was hij niet meer met de moeder samen. Papa houdt van jou. Love you. Mwah. Hij hield ontzettend veel van zijn kinderen. Vreselijk. Hij deed er alles aan voor zijn, alles deed hij. Wat doet een vader lief? Alle vaders, alle ouders zijn zo. Die doen alles voor je leven, voor je kinderen. De vriendin waar hij de laatste maanden van zijn leven een relatie mee had, woont in Rotterdam-Zuid. Rishi is bij haar ingetrokken en is dan ook vaker in Rotterdam te vinden dan in Utrecht en omgeving. Maar in april dit jaar is het appartement van zijn vriendin tijdelijk onbewoonbaar vanwege ongedierte. Daarom slaapt het stel een paar dagen bij Rishi's ouders in Houten. Als hij hier sliep, dan bracht hij altijd eten mee. En dan gingen we samen eten. En hij hield van dolle. Hij pest je gewoon, loopt langs je heen. Hij pakt je beet. Heel grappig was hij. Terug naar donderdag 20 april. Rishi vertrekt in de vroege ochtend naar zijn werk. Er is nog nauwelijks iemand op straat als hij vanuit zijn ouderlijk huis naar zijn auto loopt, die iets verderop aan de stelhout staat. Daar spreekt iemand hem rond 17:50 aan. Hey. Het geluid is opgevangen door een bewakingscamera. Toen hoorde ik knallen. Het leek net vuurwerk. En zijn vader die zei van, wie knalt nou vuurwerk? Toen hoorde ik zijn vriendin gillend en rennend de trap afgaan. En toen dacht ik van, jee, toen bonkte mijn hart in mijn keel. Ik dacht van, hé, is er iets met Rishi gebeurd? Ik zag hem daar liggen en ik ging naar hem. En ik pakte zijn arm, ik kuste zijn arm. En ik bleef maar kussen en ineens viel zijn arm uit mijn handen. Weerloos viel het uit mijn handen. En toen dacht ik van, ze hebben hem vermoord. Rishi sterft op 37-jarige leeftijd. Hij laat zijn 2 kinderen, zijn vriendin, zijn broer, zijn ouders en grootouders achter. Dit najaar riepen we uw hulp in. Razendsnel melden zich verschillende getuigen die we zochten, maar de gouden tip bleef uit. De familie heeft het zwaar, vooral nu, rond de feestdagen. Elke keer dat je vuurwerk hoort, dan denk ik, is er een schot? Heeft iemand neergeschoten of zo? Weet je wel? Dan word je stil van binnen en dan denk, ga je gedachten gaan gelijk naar hem dan. Hè? Ik hoop dat de dader gevonden wordt die het gedaan heeft. Ik wil wel weten wat de reden is. Waarom hebben jullie hem vermoord?
Ja, vreselijk om te zien hoeveel leed die moordenaar heeft aangericht daar. Hopelijk kunnen we ervoor zorgen dat hij alsnog gepakt wordt. Inmiddels is de beloning verhoogd naar 30.000 euro. Dit najaar tonen we hier beelden van allerlei mogelijke getuigen. En mevrouw Wondert was eigenlijk dankzij tips heel snel duidelijk wie die getuigen waren. Maar deze man heeft zich niet gemeld. Nee, helaas niet. En we zijn echt nog steeds dringend op zoek naar hem. Omdat hij dus vlak voor die moord, vlak bij de Stelhout in Houten is gezien. We vragen bij deze opnieuw om tips over deze man. Die man die leek dus in de 20 te zijn. Hij was vrij lang, rond de 1,90 meter. Had een stevig postuur. En zoals we zien heeft hij een donkere huidskleur en op dat moment geen gezichtsbeharing. Hij droeg die ochtend een zwarte trainingsbroek en een zwart jack met capuchon. En die had hij, zoals op de tekening te zien is, wat over zijn hoofd getrokken. Ja, en hopelijk herkent iemand deze man nu, want hij is hoe dan ook belangrijk. Verder zijn er ontwikkelingen geweest rond het geluidsfragment waarop we Rishi en die vermoedelijke schutter hoorden. Ja, onze specialistische afdelingen, maar ook burgers zijn dus aan de slag gegaan met dit fragment. Dus ze hebben geprobeerd om het wat beter te maken. Nou, vanavond hebben we twee versies bij ons en die willen we heel graag laten horen, want misschien is er toch iemand die de stem van deze onbekende man herkent. Laten we beginnen met die versie van een burger die dus op eigen initiatief dat fragment heeft proberen te verbeteren. En dan komt nu het fragment zoals het door medewerkers van specialistische afdelingen is verbeterd. Ja, die schoten blijven naar om te horen. Deze beide fragmenten vanaf nu op onze site. En het gaat dus niet zozeer om wat er gezegd wordt, maar of iemand de stem herkent. Trouwens, er is nog iemand die zich niet heeft gemeld bij u. Nee, dat klopt, want we zijn nog steeds op zoek naar deze persoon op de brommer die we al eerder opriepen om zich bij ons te melden. Nou, hij reed dus in de nacht van woensdag 19 op donderdag 20 april... om ongeveer 10:50 met zijn brommer door de Langshout. En ook hij kan nog altijd een belangrijke getuige zijn. We weten namelijk niet of die dader of die daders al eerder in de wijk zijn geweest. Daarnaast blijft u op zoek naar het mogelijke motief voor het schieten. Dat lijkt een hele koelbloedige gerichte liquidatie. Maar waarom? Ja, ook dat is nog altijd niet duidelijk. We zijn nog steeds op zoek naar informatie over het mogelijke motief van de dood van Rishi. Inmiddels blijkt uit het onderzoek wel dat hij actief was in het drugscircuit. En we willen heel graag dat mensen zich melden als ze misschien een vermoeden hebben of misschien iets gehoord hebben over conflicten waarbij Rishi mogelijk betrokken was. Die spanningen die hoeven overigens niet alleen in de regio Utrecht of in Rotterdam te zijn geweest, maar het kan ook heel goed elders in het land zijn. Weet u meer? Vertel het alstublieft, zodat de ouders, zijn kinderen en vriendin van Rishi niet elke dag door die hel hoeven. U komt in aanmerking voor die 30.000 euro beloning als u een tip mailt, de tiplijn belt of het team Nationale Inlichtingen. Op de site ziet u hoe men daar zorgt dat u veilig uw verhaal kunt doen zonder dat de dader weet dat u naar de politie stapt. Tippen kan ook anoniem bij M.